Goedemiddag dames, hadden jullie even tijd voor mij toch? Ja, nou, we moesten gewoon naar beneden omdat het boven te druk was. Ja, dat is altijd goed teken. En nou ja, dan gaan we gelijk het eerste geheim over klappen. Jullie gaan boven, van boven naar beneden dus. We zitten in de toekomstige zaak. Hè, ja. Zeg ik het goed? Zeker, ja. Oké, okay, maar laten we even teruggaan in de tijd. Ik was hier 3 weken geleden zoiets, een maandje geleden. Mm-hmm. En toen kwamen jullie met het verrassende nieuws dat jullie helemaal het roer gaan omgooien. En dat jullie partners zijn geworden, of compagnons. Ja. En het was allemaal nogal wat. Kunnen jullie even een korte samenvatting geven van de plannen? Ja, denk ik wel. Ja. Nou, ik zou zeggen, de kloof in Isoelen bestaat bijna 9 jaar. En wij vonden het tijd om het roer eens even helemaal om te gooien. Het gaat goed, maar we zijn toe aan wat vernieuwing, wat verfrissing. Dus wat gaan wij doen? Wij gaan het restaurant van boven naar beneden verplaatsen. En dat is dus deze zaal? En dat is, noem je dit de tuinzaal? Of, tuinkamer. Tuinkamer. Ja. Waarom gaan we dat doen? Het is een hele fijne, knusse ruimte dit. Het is ook gewoon veel praktischer. De tuin zit hier naast, de keuken zit op deze verdieping. Dat weet ook niet iedereen, maar die zit inderdaad in de achterste gang daar. Ja. Dus minder traplopen voor ons allemaal straks. Ja. Het is allemaal gewoon steeds straks alles op de begaande grond. Ja, en je loopt het natuurlijk zo dan naar buiten uit. En, ja. Maar ja. Laten we dan even bij de tuin beginnen. Dat is natuurlijk een van jullie mooie beeldmerken. En het is sowieso een prachtig monumentaal gebouw. En die tuin past daar heel mooi bij. Maar dat heb je nog niet helemaal uit de doeken gedaan, maar ik hoorde Femke al voorbij komen en dat wordt een heel andere tuin dan dat het nu is. Hè? Met dan ook een heel ander idee, toch? Ja. De tuin biedt natuurlijk heel veel mogelijkheden. Het is een hele grote tuin, er is veel plek. En we gaan in het gras meer mogelijkheid geven om te spelen voor kinderen. Dus er is straks veel meer te doen in de tuin. Maar het is weer niet de bedoeling dat je hier een echte speeltuin creëert of zo. En dat weer niet, hè? Nee, het wordt geen plastic fantastic dingen. Maar wel wat mooie natuurlijke speeldingen voor de kinderen. Ja. Ja. En de vakken, daar blijft gewoon de vakken wat nu altijd wel gewoon het terras is. Daar blijft ook gewoon de stoelen en de tafels. Maar we gaan wat in de tuin iets meer creëren dat... Dat kinderen zich daar iets beter ook. Ja, precies. En het wordt, want dat is ook best een belangrijk ding. Jullie worden een echte dagzaak. Ja, dat is inderdaad een van de belangrijkste veranderingen, denk ik. We gaan van avondhoreca gaan wij ons echt richten op de dag. Een keuze die we beide gemaakt hebben, eigenlijk een beetje in lockdown tijd. Best wel eens lekker om 's avonds eens thuis te zijn. En van altijd 's avonds werken, willen we dat toch liever gewoon wat meer overdag gaan doen. Ja, en dat betekent dus ook dat je dan voor een avondmenu of een compleet diner kan je dus niet meer terecht. Nee. Maar jullie dagkaart wordt dan uitgebreider? Veel uitgebreider. Ja. We krijgen echt een hele toffe lunchkaart. Gewoon wat hipper, wat stoerder, wat jonger, wat toch wat meer bij ons past. Ja, want toen je vorige keer liet je ook wat plaatjes zien en ik hoorde je net al zeggen, jullie gaan straks ook gewoon zelf naar buiten met wat beelden. Want jouw broer die heeft het hele nieuwe design en het ontwerp. En dus daar kunnen de mensen ook een echte indruk alvast krijgen. Ja. Komen we gelijk bij nog een geheimtje uit, want ik had het ook al over de huisstijl en de naam, maar ook de naam gaat veranderen. Ja, zeker. Het gebouw blijft natuurlijk gewoon de Kloveniersdoelen, dus dat willen we echt niet kwijt. We blijven gewoon in de Kloveniersdoelen, maar in de Kloveniersdoelen is van alles te doen. Zo willen we het eigenlijk. Dus we kunnen vergaderen in de Kloveniersdoelen. Het restaurant is de Kloveniersdoelen, in de Kloveniersdoelen. En hoe heet gaat het heen? De Houttuinen. De Houttuinen, nou, dat is een hele duidelijke naam. Hè? Ja. Dus het is eten, restauranten, Houttuinen, cinema. En de Schutters zijn hier ook natuurlijk nog gewoon. En dat is gewoon het grote pand, gewoon de Kloveniersdoelen. Maar we gaan het onderverdelen in wat je er allemaal kan doen. Ja, en dan komen we gelijk bij die vraag natuurlijk, want daar vroegen verschillende mensen ook al naar. En jullie werken natuurlijk best wel samen met de cinema. En die zitten naast jullie eigenlijk. En ik zag het net toen ik binnenkwam, er was net een pauze van een film, dus dan lopen er allemaal mensen binnen. Maar die ruimte die gaat nu naar beneden. Hoe gaat die samenwerking er in de toekomst uitzien? Weten jullie dat al? Nou, we zijn daarmee in gesprek met de cinema. De cinema is op dit moment aan het onderzoeken of ze zelf het voorste gedeelte van ons over kunnen nemen. Maar daar wil Simon denk ik zelf nog wat over kwijt. Ja, nou, dat is heel goed. Ja, dat kan. Ja. Maar gewoon, het is gewoon, het wordt, de Kloveniersdoelen blijft dus bestaan. Alleen, we gaan het net wat anders allemaal, wat jonger, wat hipper maken, zeg maar.
Ja, want wat ik dan ook meteen denk is van, normaal gesproken, als je vanuit de stad naar jullie komt, dan ga je toch vaak door de grote voordeur, de poort, ga je naar binnen. Ja. Maar wordt nu dan de hoofdingang hier in de tuin? Of, ja, echt okay. De poort. Dus niet meer zeg maar de voordeur, maar de poort wordt echt de ingang. Ja, precies. Ja. Ja. En de poort laten we ook echt in onze nieuwe design allemaal heel erg terugkomen. Dus wordt echt, de poort wordt echt onze handelsmerk. Ja. Ja, ja, nou jullie praten al in ons, want daar hebben we het eigenlijk ook maar heel kort over gehad. Maar jullie samenwerking, want Angela, vertel jij, zo lang zit jij al in de horeca? Ik ben nu in de horeca, bijna 3 jaar. En maar, ik ben hier echt begonnen. Ja, maar je bent wat dat betreft, ben je al een zelfstandig ondernemster geweest? Nee, nog nooit. Nee. Dus hoe is dat dan? Schrijf je aan bij Maartje? Nou, jij doet het inderdaad al 9 jaar en je werkt natuurlijk al wat langer ook in de horeca. Ik denk ruim 20 jaar in de horeca, 22 jaar in de horeca. Ja, ik vind het heerlijk om iemand te hebben gevonden waar ik gewoon waar ik het samen mee kan. Lekker mee kan sparren. Maar laten we heel eerlijk zijn, op een jaar of 2-3 geleden, toen was je echt ook een beetje naar jezelf en de onderneming aan het kijken. En toen sloot je niet uit dat je er misschien ook mee zou gaan stoppen. Hè? Of dat je iets heel op een heel andere plek zou gaan zitten. Ja, ik weet je, op een gegeven moment als je iets een aantal jaar doet, dan is het ook wel fijn om ook eens een keer wat anders te gaan doen. Op een gegeven moment moet je een beetje vernieuwen om jezelf een beetje te prikkelen, denk ik. Ja. Maar horeca is gewoon, vind ik gewoon fantastisch leuk. Alleen, Ja, het is ook gewoon heftig, denk ik. Ik heb ook een jong gezin. Ja, en jij ook, geloof ik. Jij hebt ook een jong gezin. Ja. Dus het is ook leuk om dat gewoon dan samen te kunnen gaan delen. Ja. Ja, we liggen eigenlijk heel veel op één lijn. En we denken dat we elkaar vooral kunnen versterken in onze andere dingen. Ik bedoel, we zijn allemaal heel anders. Maar we liggen wel op één lijn hoe we het willen, maar we zijn wel daarin. Ja. Ja, waar Maarten heel precies is, ben ik weer heel anders in andere dingen. Ja, maar dan versterk ik af, maar dat is heel goed. Nou, superleuk. En dan is er nog één laatste vraag, denk ik, die wel belangrijk is. Want wanneer gaan de houttuinen dan open? Want dit is de zaal achter ons. Nou, jullie hebben al lekker geschilderd en ik zie kastjes. Maar klaar zijn jullie nog niet? Nee, bijna. 24 maart is de planning. Oké. Okay. Ja, dus dat komt al best dichtbij. Dan ben ik net op vakantie. Oh, dan kom ik voor de sneak preview. Maar superleuk. Ik denk dat je het belangrijkste wel hebben verteld. Zo. Ja. Ja. Dus misschien nog wel even, want net als we hebben natuurlijk, we gaan wel echt daghoreca doen. Maar we, net als op een vrijdag of een zaterdag, als het gezellig druk is, blijven we natuurlijk wel open. Dan gaan we niet dicht. Dus wat we een uitloop hebben tot 8 uur soms, zeg maar, zeker zomers of in de vakanties, dat sluiten we niet uit en dat willen we ook graag. Dus dan kan de lunchkaart kan eigenlijk doorlopen tot de avond. En we krijgen hele leuke borrelplanken, allemaal dat soort dingen ook. Ja, wat ik ook wel leuk vond, dat hebben jullie niet heel vaak gedaan in het verleden, maar toch zo nu en dan waren er van die feesten, net als van Poku toen. Heb je daar nog steeds een vergunning voor? Kan dat als eventueel? Dus, ja, dat houden we ook op. Dat willen we allemaal. Kerstfeest, dat deed je ook nog wel eens. Ja, misschien wel. En ook, dat hebben we misschien ook nog niet duidelijk gezegd. Maar deze zaal gebruikten we eerst altijd voor vergaderingen. Maar dat gaan we dus nu boven doen. In de, achterruimte waar nu het restaurant is. Gaan we een hele mooie vergaderzaal maken. Met apparatuur met en dergelijke. Met goede apparatuur. Ja. Dus het is straks in de kloveniersdoelen ga je eten in de houttuinen. Je gaat vergaderen in de kloveniersdoelen. Je gaat naar de bioscoop in de kloveniersdoelen. Nou, en een biertje drinken. Er zit ook een verdwaalde schutter op de zolder. Ja. Dus we houden ook dat hele stukje vergaderen houden we ook. En die toren inderdaad, want daar kan je natuurlijk ook vaak aan. Dat blijft allemaal. Ja. En, het achterste deel wordt ook echt afgesloten. Er komen echt ook deuren in. Dus dat je gewoon echt ook privé aan het vergaderen bent. Niet dat mensen zomaar binnenlopen. Ja. En nog even nog een stukje over de kaart. De menukaart wordt dus echt wel een stuk uitgebreider. En er komt ook wel met oog op wat gezond eten. Dus het is niet alleen maar poffertjes en pannenkoeken. Er komt ook echt gezond eten voor jong en oud op. Nou, dat is heel goed. Dus dat is ook niet voor ieder wat wil, zoals ik al zei. Nou, komt helemaal goed, dames. Ik wens jullie in ieder geval veel succes met echte verbouwing is het niet, maar de herinrichting en de styling. Ja, en, ja. Nou, ik herken het hier straks niet meer terug. Nee. Ik ben heel erg benieuwd. En ik denk aan de andere kant, het gaat gewoon helemaal goed komen, dit. Lekkere frisse. Ja, daar gaan wij ook vanuit. Ja, frisse wind over de houttuinen. Heel goed. Hey, dank jullie wel. Goedemiddag Simon, hoe is het ermee? Welkom in de club. Ik was in de Kloveniersdoelen en ik heb gesproken met de dames over alle plannen, maar... een belangrijk onderdeel van het gebouw is natuurlijk ook Cinema Middelburg. En nu is natuurlijk de vraag, jullie maken nu gebruik wederzijds of van de horeca die er zit, maar dat wordt in de toekomst of binnenkort wordt dat anders. Wat zijn jullie plannen? Kan je daar al iets over zeggen? Ja, we zijn sowieso blij dat we weer open zijn en met de film. We draaien weer dag en nacht, wou ik zeggen, maar iedere dag in de 2 zalen, zonder beperkingen vanaf vrijdag. En het café heeft andere plannen en wij onderzoeken, samen met het bestuur doen we dat,
Of de cinema dat zelf kan gaan runnen. Ja. Als we meer weten, dan laten we het heel snel heel graag weten. Nou, dat is heel goed. Dan kom ik graag snel bij je terug. Ja, dankjewel. Oké.